Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik kwam toch nog eens terugkomen op deze gemeenteraad. Het is al in de pers verschenen, dat is ook al aangekaart door collega De Roze. Maar ik blijf toch heel veel klachten krijgen van bewoners van Denderwindeke rond de buurt Roost en aanliggende straten, die mij melden uiteraard dat sinds de werken van de Brakelse Steeweg een belangrijke sluipweg, dat de Roost een belangrijke sluipweg is geworden voor het verkeer van naar Gerardsbergen. En dat de toestand dan ook onhoudbaar is en gevaarlijk is, ook en vooral voor de zwakke weggebruiker. Ik heb daar een aantal videofilmpjes van doorgestuurd gekregen, waaruit dat duidelijk blijkt, ja, wat de toestand daar in het spitsuur en 's avonds is. Dat is dus heel erg gevaarlijk en eigenlijk een poging tot zelfmoord eigenlijk, om daarmee je fiets dan ook 's avonds te willen. Ook het zwaar verkeer is problematisch, hè. Die tonnagebeperking die er geldt, daar wordt het niet te nauw mee genomen. Dus ik denk, zeker gezien de breedte van de weg, dat een heel smalle weg is, dat we daar toch, in tegenstaande, meneer Van de Winkel al gereageerd heeft in de krant, toch moeten optreden om daar maatregelen te nemen. Vorig jaar werd er volgens mijn informatie een telling gedaan van het aantal voertuigen dat dagelijks passeerde. En er zou ook een telling zijn uitgevoerd begin februari, als ik me niet vergis. Nu, mijn vraag is dan ook op welke tijdstippen werden er de laatste 2 jaar tellingen uitgevoerd en wat waren de resultaten van deze tellingen. Een belangrijke vraag ook van de bewoners is op welke manier de tonnagebeperking wordt gehandhaafd. Want in de meeste filmpjes die ik doorgestuurd krijg, ja, blijkt duidelijk dat daar heel zware vrachtwagens passeren die dikwijls hun gps volgen, die meer op de gps kijken dan blijkbaar op de verkeersborden. Ik moet zeggen, ik betrap mezelf daar ook af en toe wel lekker op. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dus ik denk naar handhaving toe dat er heel wat werk aan de winkel is in de Roost. Dus zoveel controles en processen verbaal werden er iets opgesteld met betrekking tot die tonnagebeperking die daar geldt. Dan zijn er een aantal pistes naar voren geschoven door de bevolking, waarbij dat men zegt, ja, kan men het verkeer komen dat vanuit Zandbergen niet afleiden via de Bovenkassei, Herrebaan of Krepelstraat. Het verkeer komen van Pollaren via de Pollarenberg, Steenberg en Neuringen naar de Herrebaan. Werden deze pistes al onderzocht? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Of worden er eventueel andere pistes overwogen? Ik denk dat het meest aangewezen is om daar een tijdelijk plaatselijk verkeerssituatie te creëren. Uiteraard zolang de werken aan de Brakelse Steeweg, minstens tot zolang de werken aan de Brakelse Steeweg niet zijn voltooid, zodanig dat we daar de druk van die baan kunnen wegkrijgen en de veiligheid voor vooral de zwakke weggebruiker kunnen verhogen. Het aantal spiegels en flanken die er al zijn kapotgereden van de bewoners die dan 's morgens moeten vaststellen dat de schade is geleden, maar dat er van de dader geen spoor meer is, ja, dat is toch wel heel erg frustrerend. Dus ik had graag van de schepen gehoord wat dat hij overweegt om de toestand daar in iets of wat te normaliseren en dat sluipverkeer daar weg te krijgen en of de invoering van een tijdelijk plaatselijk, uitzonderlijk plaatselijk verkeer of die piste eventueel kan in uitvoering gebracht worden. Dank u wel. Zijn er nog mensen die hierover wensen tussen te komen in de eerste ronde? Caroline, en dan... Caroline. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik ga hier zeker tussenkomen, want het is eigenlijk al sinds eind januari dat ik die mails en filmpjes ontving van bezorgde buurtbewoners en die hebben mij er toen al toe aangezet om die verkeersellende daar op Roost onmiddellijk onder de aandacht te brengen via een persbericht. Dus met andere woorden, 3 weken geleden al kaartte ik dit probleem aan en intussen werd dit, zoals collega Dazeleer opgemerkt heeft, door verschillende kranten en magazines opgenomen. Dus bij gevolg kan er hier ook niemand doen alsof zijn neus bloedt. Collega Dazeleer, ik ga u al een beetje toelichting geven over de evolutie in dit dossier. En ik doe dat om te voorkomen dat de bevoegde schepen straks misschien nuttige informatie vergeet te melden. Via het buurtinformatienetwerk van Pollaren kwamen er reeds op 25 augustus vorig jaar klachten binnen met betrekking tot de verkeerssituatie op Roost en vragen van de buurtbewoners om die situatie te herbekijken. Deze klachten en die vragen die werden onmiddellijk doorgestuurd naar de kabinetsmedewerker van de burgemeester. Dit zijn de afspraken via binnen de binwerking.
Maar aangezien deze persoon met vakantie was, werd de mail doorgestuurd naar de, burgemeester zelf. Ook omdat dat een afspraak is binnen de binnenwerking. En de mail die bleef onbeantwoord. Tot er via de dienst mobiliteit ruim een maand later toch een reactie kwam. Maar eigenlijk kwam er nooit een antwoord op de vraag of de verkeerssituatie op Roost kon herbekeken worden. De reactie die luidde als volgt. Dat dient bekeken en besproken te worden door een mobiliteitsambtenaar en zodra er iemand is aangeworven voor deze functie, kan dit bekeken worden. Naderhand werd deze vraag samen met nog 13 andere verkeersvragen van Nienhoofse Bins op de verkeerscommissie van december behandeld. Het antwoord op de vraag voor Roost luidde: de rijrichtingen wijzigen is geen optie. Dit zorgt enkel voor meer sluipverkeer in de omliggende straten, zoals onder andere de heirbaan te Denderwindeke. Inrichtingsverkeer zorgt dan weer voor verhoging van de snelheid, wat niet ten goede komt van de verkeersveiligheid. Uiteindelijk was dat geen antwoord op de initiële vraag, maar uit het antwoord leidde iedereen wel af, schepen, dat u geen sluipverkeer voor uw deur wil. Ik heb van in het begin beloofd dat ik dit dossier niet loslaat, tot zolang de stem van de bewoners daar niet gehoord wordt. En ik sta erop dat er hier vanavond eens klaar en duidelijk gezegd wordt wat jullie gaan doen om die mensen van Roost daar opnieuw gerust terug te geven. Want er is blijkbaar niemand in deze gemeenteraad die de laatste 3 weken geluisterd heeft naar die mensen. Niemand die blijkbaar de kranten leest waarin zij een oproep doen om gehoor te krijgen. En voor ieder van jullie is het een pijnlijke zaak. Het voorstel van de buurtbewoners die luidt, dat luidt al geruime tijd als volgt. Ik ga heel kort zijn. Maak in Roost plaatselijk verkeer. Zoals collega Dazeleer daar straks ook zei, dus dat is tegen mij ook gezegd geweest in der tijd, het verkeer komende van Zandbergen, dat kan gemakkelijk omgeleid worden van Zandbergenkerk richting Bovenkassei. En bovenop de Bovenkassei kunnen ze kiezen links richting Heirbaan en rechts richting Nieuwenhoven, om zo via de Krepelstraat op dorp Denderwindeke uit te komen. En dan komende vanuit Nienhoven kan men de Polarenbaan op om via Steenberg en Neuringen richting Krepelstraat of langs Heirbaan richting Zandbergen te rijden. En er kan zelfs, trajectcontrole voorzien worden op de Heirbaan en de Krepelstraat, want in die beide straten zijn weinig of geen zijstraten die erop uitkomen. Renaat. Meneer voorzitter, voordat de werken begonnen aan de Brakelse Steenweg, heb ik een voorstel gedaan voor de Oppenstraat plaatselijk verkeer te maken. En 2-3 jaar geleden heeft Herardbergen in Opasselt de Brakelse Steenweg ook afgesloten gedurende een volledig jaar. En toen werden alle straten die in de richting van Opasselt waren plaatselijk verkeer gemaakt. Als ik van voorde naar Sint Maria Lirde moest, moest ik Herardbergen rond of Sottegem rond. En ik heb toen dat voorstel gedaan, maar men vond dat niet nodig. Maar ik wist op voorhand, van voor dat de werken begonnen, dat plaatselijk verkeer in vele straten noodzakelijk was. En men heeft dat niet gedaan. Maar ja. Nog tussenkomsten, voor ik de schepen het woord geef. Nog een straat. Ja, collega's, het zijn eigenlijk 3 interpellaties, denk ik, op den duur. Ja, sta me toe.
Nee, er zijn veel straten. Nee, komen collega's laten uitspreken. Er zijn veel straten en veel klachten. Ik ben daar 100% van bewust. En het is gemakkelijk om aan de andere kant te zitten en te zeggen van, je moet daar iets doen, want mevrouw De Roze, u komt tussen op de eigen straat. En nu is het op Roost. Ik denk dat je uiteindelijk als bestuurder dat je de juiste keuzes moet maken. En dat is niet altijd even gemakkelijk, denk ik. Meneer Dazendijk, u heeft geïnterpelleerd. Ik ga op u antwoorden. De cijfers zijn inderdaad gebeurd in 2018. Daar blijkt dat we met een voertuigenaantal zit van 3500 wagens. In februari 2020 zijn er nieuwe tellingen gebeurd, per week 4385 wagens. En dan zien we natuurlijk de invloed van de werken op de Brakelse Steenweg in de telling die begin februari gebeurd is. En dan zien we een aanzienlijke stijging tot 7200 voertuigen. Het valt dus niet te ontkennen, dames en heren, dat we daar inderdaad met een probleem zitten. De manier waarop je dat oplost is natuurlijk wel iets anders. Dus ik heb voor de tellingen heb ik geantwoord. De tonnagebeperking, meneer Dazeleer, daar is inderdaad nog geen controle op gedaan. Heeft de politie ons laten weten. Maar die mensen doen, ik kan niet anders dan te benadrukken, die mensen doen wat ze kunnen. En de hoofd van het hoofd van hun inspanningen wordt geconcentreerd op de omleidingsroute waar het probleem ook het grootste is. En dat bedoel ik met besturen. Wij moeten de middelen die we hebben inzetten op de zwaarste problematiek. Dat daar inderdaad geen probleem is in Roost, dat hoort u mij niet zeggen. Maar de trafiek die op dit moment op de gewone klassieke routes van de omleiding passeren, dat is andere koek. Dat is 120.000 voertuigen per week. Ik denk dat het logisch is dat we daar onze inspanningen op concentreren. En wat dat betreft de afleiding van het verkeer, komende van de bovenkassei, alles kan, collega's, alles kan. Maar dat heeft natuurlijk inderdaad zijn gevolgen voor de andere wegen. En u kan dan zeggen van we moeten het maar via de Heirebaan en via Neuringen doen. Ik twijfel eerlijk gezegd dat dat zijn effect gaat hebben. Mensen die het sluipverkeer dat op dit moment in Roost passeert, dat is bestemmingsverkeer voor Nienhoven. Wie naar Aalst of naar Brussel wil gaan, collega's, die gaat sowieso via de Heirebaan op dit moment al gaan. Als wij zeggen van we gaan het omleiden via Pollaren en via Neuringen, ik geloof daar niet in. Dat zijn mensen die in het centrum Nienhoven moeten werken ofwel kinderen moeten gaan afzetten. Dus als we dat gaan doen, mevrouw De Roze, dan gaan we die afleiden richting de eigen straat, waar u al meerdere keren heeft over geïnterpelleerd. Dus ik denk dat dat eigenlijk geen oplossing zijn. Het gemakkelijkste is zeggen van we maken er plaatselijk verkeer van. Collega's, we krijgen denk ik om de zoveel maanden wel vragen om plaatselijk verkeer te maken. Ik zou dat ook graag hebben. In mijn straat, absoluut. Wie niet? De vraag is van hoe ga je dat toepassen, dames en heren. Ga je daar dagelijks een agent op zetten? Dat werkt niet. Dus ik denk, is daar een probleem? Ja. Is dat zeer vervelend? Ja. Maar hebben we daar een pasklare oplossing voor? Daar moeten we eerlijk in zijn. Nee, die bestaat niet. Mevrouw De Roze, ik vind het bijzonder kwalijk dat u mijn persoonlijke situatie daarbij betrekt. Ik zal u zeggen, ik heb de cijfers op... Jawel, mevrouw De Roze. Ik heb de cijfers opgevraagd bij de politie, die waren niet beschikbaar. Maar ik denk van de sluiproutes richting, van Gerardsberg richting Nienhoven, er zijn er 3. Roost, 8000. Eerlijk gezegd, op de Heirebaan lachen wij daarmee. Kebelstraat is volgens mij ook de minste. Het zou mij niet verbazen, en ik zal de cijfers opvragen en u laten weten, het zou mij niet verbazen dat de Heirebaan op dit moment de route is met het hoogst aantal voertuigen. Want wie vlot van Gerardsbergen richting Brussel-Aalst wil, die gaat ook niet via de Kebelstraat rijden, die gaat niet via Centrum Denderwindeke rijden. Dus dan zeggen van, we gaan het verkeer afsluiten en we sturen het nog een keer daarbij. Ja, eigen straat eerst, dat is de mentaliteit blijkbaar. Ik denk, het is een moeilijke boodschap dat we moeten brengen voor een moeilijke problematiek. We kunnen niet meer doen dan wat we nu doen. Ja, ik wil er aanvullend op, mevrouw De Roze spreekt van het buurtinformatienetwerk en de communicatie en de melding van de verkeersproblematieken die zich voordoen. Allee, ik wil 2 dingen zeggen. Ik sluit mij volledig aan bij wat dat Wouter zegt. Je kunt dus geen goede beslissing nemen. Dat kunt je niet. Overal zijn er naar aanleiding van die werken op de Brakelse Steenweg problemen.
overal. Elke route die leidt naar Brussel vanuit Gerardsbergen, elke route gaat problemen ondervinden. En we moeten daardoor. En we gaan daardoor en nadien gaan we ook structureel nagaan wat we kunnen oplossen in het kader van de bestrating die eronder geleden heeft. Maar ook wij kunnen op basis van de cijfers die we hebben zien of dat er maatregelen kunnen getroffen worden. Wat kunnen we doen? Wij hebben dat op Schepencollege al besproken. En ik heb ik ook al gezegd, kunnen we er geen rijbaankussens zetten zodanig dat de snelheid wat minder komt. Eén richtingsverkeer in Roost. Is dat de oplossing die hier vandaag wordt voorgesteld? Is dat de oplossing die hier vandaag wordt voorgesteld? Wel, ik kan u zeggen, mevrouw De Roze, ik heb van bijvoorbeeld een Bovenhoekstraat, waar dan nu eenrichtingsverkeer is, heb ik nu al de vraag gekregen om er twee richtingen terug van te maken. Om te zeggen dat je op elke vraag van al die burgers moet ingaan. Je gaat iemand tevreden stellen, maar je gaat er heel wat mensen ontevreden stellen. Dus we proberen in de mate van het mogelijke de juiste maatregelen te nemen. En we wisten het, hè. We hebben, als we de asfalt... Eerst was Roost schandalig. Jullie wachten op een rioleringsproject om Roost aan te pakken. Schandalig. Al die putten, al die zijkanten. De mensen vallen daarmee in hun fiets. Geasfalteerd de weg. Wat gebeurt er? Ah ja, de snelheid gaat naar omhoog. En daar zitten een aantal gekken tussen. Maar eerlijk gezegd, als je de cijfers ziet, dan zijn er weinig mensen die boven de 70 km per uur zitten op basis van de cijfers die voorzien zijn. Omdat je daar gewoonweg niet kunt snel rijden. Is het een probleem voor de woningen die daar zo kort op de straat zitten? Natuurlijk is dat een probleem. En dat is waar dat de mensen daar hun leven riskeren als ze op de weg komen. Maar wat moet je daar als alternatief doen? Dat is de vraag. En wij proberen met in de mate van het mogelijke die zaken te bespreken op het Schepencollege, waar dat we trachten ook oplossingen voor te vinden, maar wat dat nooit goed zal zijn. En dan in verband met antwoord op die BINs. Hè. Dus een BIN vraagt via een BIN, komt de vraag binnen om verkeerssituaties in kaart te brengen en om beslissingen te nemen of om in te grijpen in die situatie. We moeten ons wel een keer de doelstelling van een buurtinformatienetwerk voor ogen houden. Hè. Dat is heel specifiek. Dat gaat niet over verkeersmaatregelen. Hè. Dat gaat over een tijdige en efficiënte detectie van dreigingen en onveilige situaties. Een efficiënt optreden van de politie en een adequate preventie. En die preventie in een buurtinformatienetwerk, dat houdt in dat mensen verontrust zijn over een bepaalde situatie, dat zij bellen naar 101 of 112 om dat te melden en dat de politie beslist of dat een BIN wordt geactiveerd of niet. En dat is in de laatste weken, maanden al heel vaak gebeurd. Dus wij hebben 11 buurt- en informatienetwerken met om en bij de 4000 leden. Nu moet ik mij een keer zeggen, als elk lid van een BIN naar ons schrijft dat er een onveilige verkeerssituatie aan zijn deur is, hoe dat we dat gaan oplossen. Je moet de zaken gescheiden houden. Je hebt een BIN voor uw veiligheidssituatie in het kader van dreiging en onveiligheid. En dan heb je uw verkeersproblemen die zich voordoen op ons grondgebied, die we trachten aan te kaarten binnen de verkeerscommissie en de organen die het als naar ons toe als deskundigen moeten oplossingen geven. En die zijn niet altijd evident. En we doen het voor de ene goed en voor de andere doe je niet goed. Oké, okay, dat is de antwoorden in de eerste ronde. We gaan nu naar de tweede ronde. Zijn er nog, vooraleer dat ik de mensen die in de eerste ronde ook al het woord gevraagd, nog anderen die in de tweede ronde hierover wensen tussen te komen? Nee, dan geef ik het woord aan Carolien en dan Guy. Ja, ik ga dat hier heel kort houden. Ondertussen is dat hier al zoveel weken aan de gang. En mevrouw de burgemeester, ik stel voor dat u zich eens gaat druk maken bij de mensen op Roost. Want hier hoeft u mij de les niet te spellen van wat ik wel of niet mag komen vertalen hier in de gemeenteraad. Ik doe wat er van mij verlangd wordt. Ik richt mij ook tot schepen van de winkel. Ik denk dat ze daar heel blij gaan zijn als u eens gaan zien. Als je met hen eens gaat praten. Misschien is dat toch al een klein begin. En doe gans die een uitleg en al die drukmakerij
is ten opzichte van hem, van hen. Ik denk dat ze u zeer dankbaar zullen zijn. Dat is kort. Ja, het is inderdaad zo dat dat, mevrouw, het is de eerste keer dat dit dossier hier op de gemeenteraad komt. Ik heb altijd geweten, als ik iets wil aankaarten in de politiek, dat dat in de gemeenteraad of in het parlement moet doen. En als ik op de pers moet rekenen, denk ik dat je soms een keer van een kale reis thuis komt. Dus, maar dit terzijde. Ja, mevrouw De Jonge, je moet dat hier niet voorstellen, of dat ik ooit het woord eenrichtingsverkeer hier heb uitgesproken. Hè. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dat is ook niet hetgeen ik voorstel, want dat zou compleet een nonsens zijn. Eenrichtingsverkeer in Roost, ik zie dat eigenlijk niet zitten. Als mensen dan uit hun garage komen, dan moeten ze eigenlijk een hele tour maken. Dus dat voorstel komt niet van mij. Dus ik heb ook niet graag dat je die woorden dan in mijn mond ligt. Waar ik wel voor heb gepleit en waar ik ook trouwens een motie voor heb ingediend, die in die zin gaat, dat is om het plaatselijk verkeer tijdelijk in te voeren. Minstens zolang de werken aan de Brakelse Steenweg duren. Hè. Dat is hetgeen dat ik voorgesteld heb. En als ik de mening hoor van meneer Van de Winkel, die zegt, ja, plaatselijk verkeer, dat moet je eigenlijk nergens invoeren, want dan moet je eigenlijk overal een agent zetten om dat te controleren. Ja, dat is overal, hè. Dan moet je ook geen rode lichten meer zetten, moet je geen snelheidsbeperkingen meer zetten, want van 50 per uur, je hebt een helft van één over zone 30 gemaakt, dan moet je dat ook allemaal afschaffen, want je kunt in elke zone 30 geen agent zetten om dat dagelijks te controleren. Wat voor een non-antwoord is dat nu? Allee, dan moet je alle verkeersregels afschaffen, want je kunt het inderdaad niet controleren. Allee, als schepen van verkeer had ik toch wel iets anders verwacht. Ik weet ook wel dat je in de Heirebaan woont en dat je liever rustig woont en dat verkeer liever door Oost wordt gejaagd. Allee, je had de Heirebaan gezegd, ja, ik kan me inbeelden dat in de Heirebaan meer auto's passeren dan op Roost. Ja, ga je nu de Heirebaan vergelijken met Roost? Wat is dat nu voor een vergelijking? Er zullen waarschijnlijk op de straten van Brussel naar de zee ook wel meer auto's passeren dan op Naardenweg. Ja, dat is wel juist. Dus dat zijn allemaal zo van die vergelijkingen die nergens op slaan, maar die er natuurlijk voor moeten zorgen dat jij er zo weinig mogelijk last van hebt. Dus ja, voorzitter, ik ga het ook kort trekken. Ik vind het een beetje jammer dat je daar zo licht over gaat. En mevrouw De Jonge, je hebt het hier over de BIN en je hebt hier een beetje zitten druk maken, waarschijnlijk nog in de aanleiding van de eerste interpellatie die u niet goed aanstaat. Maar je kunt mensen toch niet kwalijk nemen dat ze hun ei ergens kwijt willen als het over een problematiek gaat. Want je zegt, het gaat over veiligheid. Alhoewel, in de Roost gaat dat ook over veiligheid. En daar staan ook mensenlevens op het spel. Ik ben er een paar keer ter plaatse geweest, ik heb daar video's van gezien. Ik heb het al gezegd, je moet eigenlijk niet gek zijn om daar met je fiets nog durven door te rijden. Hè. Of voetganger moet dan meer, bij wijze van spreken, in de graskant springen als iets anders. Dus als mensen via de snoots, via het binnen, klachten formuleren daarover, wel, dan zou het u misschien zien om met die mensen te gaan praten, zodanig dat ze gehoord worden. Want als mensen elke keer weer dezelfde klacht moeten formuleren, het zij via het BIN, die er volgens u eigenlijk niet voor geschikt is, wel, dan betekent dat misschien dat uw klachten niet gehoord worden en dat je naar hen niet luistert. Dus ik vind het een beetje jammer dat je de mensen die bezorgd zijn om hun veiligheid op die manier een beetje te kijk zet. Maar goed, we zullen zien, in ieder geval mijn voorstel ligt op tafel, om tijdelijk plaatselijk uitgezonderd plaatselijk verkeer om dat tijdelijk in te voeren in Roost, tot zolang de werken aan de Brakelse Steenweg niet zijn voltooid. En ten tweede, dat er meer handhaving moet georganiseerd worden op de tonnagebeperking die daar geldt. Ik dank u. Dank u wel. Vooraleer dat ik de schepen en de burgemeester het woord geef, dan kunt u ook, jullie ook een appreciatie over de motie uitspreken. Lees ik de motie van meneer Dazeleer eventjes voor. Gelet op de interpellatie van meneer Dazeleer, verzoekt het schepencollege om in Roost tijdelijk uitgezonderd plaatselijk verkeer in te voeren tot zolang de werken op de Brakelse Steenweg niet zijn voltooid en de tonnagebeperking dringend te handhaven. Dat is de interpellatie, dat is de motie die meneer Dazeleer voorlegt naar aanleiding van zijn interpellatie. Dus kunt u daar ook in de tweede ronde misschien ook jullie appreciatie over uitspreken. Ik denk dat dit geen oplossing is. Ik denk dat plaatselijk verkeer inderdaad moeilijk controleerbaar is. Ik ben ervan overtuigd dat de politie de huidige inspanningen, zij concentreren zich op de klassieke omleidingsroute die voorzien is. Daar passeren wekelijks 120.000... Meneer Daasbeer, hoor je wel?
Dus op de huidige route, meneer Dazeleer, passeert 120.000 voertuigen per week. Beide richtingen. Hè? Dus 120.000 op, 120.000 af. Eerlijk gezegd, ik denk dat de inspanningen daar moeten geconcentreerd worden. Hè? We hebben de capaciteit niet om wat dat u voorstelt te controleren. En wat dat de... Die belachelijke vergelijking, meneer Dazeleer, met de verkeerslichten. 99,9% van de chauffeurs houdt zich aan de verkeerslichten. Hè. Een bordje van plaatselijk verkeer, dat wordt vrolijk door heel veel mensen genegeerd. Dat is de realiteit, hè, maar u leeft in een andere wereld. U sluit zich aan, meneer Dazeleer. Nee, hè, laat hem uitspreken, u hebt straks al gehoord. U sluit zich aan bij mevrouw De Roze van, hij kiest voor uw eigen straat. Sorry, hè, wij moeten bestuurlijke maatregelen nemen voor iedereen. En eigenlijk, van de drie routes die u opzomde, meneer Dazeleer, voor die er bestaan, is de herbaan, en ik heb die vraag al gehad, de herbaan is het gemakkelijkst op te lossen van allemaal. Je maakt eenrichtingsverkeer komend van Steenweg, en aan Neuringen laten ze afslaan richting centrum Dender-Windeke. En omgekeerd van aan de molen, meneer Dazeleer, zeiden van opgaand richting de Steenweg. En zo botsen die verkeersstromen. En dat is het gemakkelijkste. En die vraag heb ik ook al van mijn buurtbewoners, van de mensen in de straat gekregen. Los het zo op, dan is het allemaal weg. Klopt dat, meneer Dazeleer, het is allemaal weg. Maar dat betekent wel 30.000 man extra per week door het centrum van Dender-Windeke. Dus die beschuldiging van je rijdt voor uw eigen straat, die slaat nergens op. Wij moeten allemaal in het algemeen belang denken. En dat heb ik ook aan de mensen in de straat al gezegd van eenrichtingsverkeer en ze allemaal wegjagen. Oké, maar ik ga die boodschap niet gaan uitleggen aan de mensen in de Krepelstraat. Mevrouw de burgemeester, wens u nog tussen te komen? Oké, dan heeft meneer Dazeleer het laatste woord. Vooraleer dat we... Ja, voor een schepen van mobiliteit. Ik wil het nog een keer herhalen. Het was rare redenering. Uitgezonden plaatselijk verkeer gaan we niet toe, want je kunt niet handhaven. Meneer Van de Winkel, je hebt in Nienhoven overal zone 30 ingevoerd. Soms op de meest stupide plaatsen ook nog, die gewoon niet te handhaven zijn. Dan ga je dit dan ook allemaal weer afschaffen, want je kunt daar toch ook geen agent zetten. Wat voor een redenering is dat nu? Je kijkt gewoon weg van de problemen. De mensen moeten via de BIN hun klachten formuleren, omdat je daarin niet luistert. Misschien moet je in je eigen dorp een keer wat meer buiten komen en met de mensen een keer gaan praten en luisteren naar de alternatieven die zij voorstellen. Maar goed, je bent liever bezig met overal zone 30 die dan blijkbaar wel te handhaven zijn in te voeren. Goed, ja, het is wat het is. Stemt er dan CBI tegen? Dat zal ongetwijfeld geen enkel probleem zijn. Maar het uit in ieder geval ook de tussenkomst van mevrouw De Jonge op een zekere minachting van de problemen die de bewoner zal daar aankaarten. Dank u wel. Oké, we gaan over tot de stemming van de motie van meneer Dazeleer. Begin der stemming over de motie van meneer Dazeleer die ik daar zo pas heb voorgelezen. ...33 aanwezig, 16 voor, 17 tegen. De motie van meneer Dazeleer wordt niet aanvaard.